Dag dames en heren, een mooie zonsopkomst op veel plaatsen, maar het was vanochtend wel koud. Op veel plaatsen ook met name in het oosten van het land wat gladheid, maar die gladheid gaat de komende dagen wel verdwijnen. De temperatuur gaat namelijk fors omhoog, we gaan zelfs richting de dubbele cijfers. Nou, op dit moment vallen er verspreid over het land nog een paar buien, levert mooie plaatjes op de regenboog, her en der komt ook wat hagel nog voor, maar die buiigheid gaat geleidelijk wel afnemen de komende uren. Nou, dat zien we met name in het binnenland al, daar schijnt de zon van tijd tot tijd flink, maar in het westen trekt nog een strook met wolkenvelden over en daar vallen ook een paar buien uit. Dat zien we ook op de radar en die buien trekken van noordwest naar zuidoost over de westelijke helft van het land. Nou, de komende uren kan er vanuit het noorden nog een enkele bui binnen drijven, maar in de loop van de dag neemt de buiigheid toch wel steeds verder af en krijgt de zon geregeld ruimte. Nou, dat is alleen voor vandaag weggelegd, want vanaf morgen krijgen we met een nieuw lage drukgebied te maken en die gaat voor veel meer regen zorgen, dat zien we hier. Veel bewolking ook en ook op woensdag zal het wisselvallig zijn met dan waarschijnlijk ook met name langs de kust veel wind. Dat heeft te maken met dit lage drukgebied en dan vooral in het noordwesten van het land toch wel vanaf de Noordzee ook kans op zware windstoten. Nou, vandaag merken we daar nog niet zoveel van. Vanmiddag valt er dus nog een enkele bui. Verder schijnt de zon geregeld en het is een graad of 7. Daarbij staat er niet al te veel wind. Nou, vanavond en vannacht gaat die wind wel langzaam toenemen. Draait wat meer naar het westen tot zuidwesten. Aan de kust af en toe al krachtig, dat is een windkracht 6. En vanuit het westen gaat de bewolking toenemen, later ook gevolgd door wat regen. Nou, morgen overdag gaat het vervolgens harder regenen. En het zal toch een groot deel van de dag wel nat zijn op veel plaatsen. Later in het noorden geleidelijk wat droger en misschien nog wat zon, maar veel zal dat niet voorstellen. Het wordt een stuk zachter dan de afgelopen dagen met 8 tot 10 graden en daarbij staat een stevige wind uit west tot zuidwestelijke richtingen. Ook woensdag is het nog zacht met gemiddeld een graad of 10, maar daarna zien we de wind toch geleidelijk naar het noorden tot noordwesten draaien. Wordt het weer kouder, de middagtemperatuur daalt naar zo'n 5 graden en in de nachten neemt vooral landinwaartse kans op een graadje vorst weer toe. En bij buien kan er geleidelijk weer wat winterse neerslag voorkomen. Nou, gaan we dan nog wat verder kijken en dan zien we dat die kou waarschijnlijk toch wel redelijk gaat doorzetten in de nieuwe week. Dan temperaturen nog maar iets boven het vriespunt en in de nachten een grote kans op lichte vorst. Wel is de spreiding vrij groot. De onzekerheid is dus vrij groot, betekent dat het op die termijn, en dat is ook logisch, nog alle kanten op kan. Ik wens u een mooie week.